Like deze video sneller dan dat ik... Wow! Deze nieuwe skin haal. Ik weet eigenlijk niet eens van wie het is. 3, 2, 1... Van Grom. Ik heb groot nieuws te vertellen over het enge mysterieuze boek. Er zit waarschijnlijk een nieuwe knokker in. En ik weet welke. Wat doe je met je wang? Geen idee. En oh my gosh, wie hebben we daar? Oh. Oké, ik denk dat ik mijn favoriete skin ooit heb gevonden. Het is gewoon een zeemonster. En als jij in bad zit, ben je ook een zeemonster. Maar laat me je alvast een hint geven. Er zit waarschijnlijk iets in het boek wat er maar al te graag uit wil. Dus het leeft? Ik heb nog niet zoveel met Jean gespeeld, dus het kan nog wel eens een uitdaging worden. Oké, we hebben Boel hier in het gras zitten. Wat is onze super eigenlijk? Kijk, dit vind ik altijd heel chill. Als twee knokkers met elkaar gaan vechten. En ik kan me er dan mee bemoeien. Oké, kijk, we hebben Boel ingemaakt. Volgens mij hebben we Gil hier in de bosje zitten. Ja, perfect. Hebben we ingemaakt. Oké, de showdown. Daryl is echt twee keer zo groot als ons. Oké, Daryl die probeerde er vandoor te gaan, maar we hebben hem ingemaakt. Maar eigenlijk zijn er twee geheimen over het boek. Om mee te beginnen, als je achter mijn knokker kijkt, dan zie je daar een soort van portaal. Maar waar het echt om gaat is natuurlijk het boek. Als je er vaak op tikt, dan komt er soms iets in beeld te staan. Zagen jullie dat? Oké, het was misschien niet goed te zien, dus ik heb er een screenshot van gemaakt. Je ziet twee best wel enge ogen, maar je ziet ook een soort van robot met allerlei handen. Het is lastig waar te nemen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de afbeelding zo bewerkt dat juist die robot beter te zien is. En dan zie je dit. Oké, misschien ben ik de enige. Die stinkt! Nee, misschien ben ik de enige, maar dit lijkt op een nieuwe knokker. Een soort van robot met één oog en vier handen. En als je op het boek tikt, dan komen er inderdaad allerlei handen uit. Dus ik denk dat er een nieuwe knokker in dit boek zit. En dat we die pas kunnen krijgen als het boek opent. Wacht, ik heb een idee. Wat nou als wij een kleine knokker kiezen, zoals Mo? Misschien kunnen wij dan wel zien. Ja, zie. Je zag het portaal. Of misschien Nani, die is ook heel klein. Ja, ik vind deze skin zo cool. Ik weet het natuurlijk niet zeker. Oké, leeuw versus kreeft. Dat is een interessante battle. Kom op, kom op, kom op. En we hebben gewonnen. Maar dat plaatje is wel super interessant. En nu wil ik aan jullie vragen. Wat zou een goede naam zijn voor een nieuwe robotknokker met vier handen? Ben ik trouwens de enige die hem ook wel een beetje vindt lijken op Barley? Oké, waarschijnlijk gaat El Primo me aanvallen. Dat dacht ik al. Maar dat was geen handig idee van hem. Want die robot heeft namelijk ook een soort van hoedje op. En dat heeft Barley ook. Oké, daar gaan we. Oh, dit is nice. Moet je kijken. Wij hebben onze hyper aangezet. En als laatste nemen we het op. Tegen Rosa. Dit is een eitje. Nou ja, het is geen eitje, het is een leeuw. Maar je snapt wat ik bedoel. Er zijn ook mensen die zeggen dat dit de schaduw is van de knokker wanneer je op het punt staat om hem te unlocken. Ik kan echt niet wachten. Maar er komen binnenkort ook kerstskins. En ik kwam laatst dit plaatje tegen van een kerstboom Spike. En sindsdien kan ik niet meer slapen, omdat ik hem zo graag wil. Ik bedoel, het is een kerstboom Spike. Maar waar gooit hij dan mee? Ik bedoel, ik heb alle skins van Spike al. Ja, ik vind Pearl ook zo leuk. Het is letterlijk een oven die koekjes bakt. Als wij dit winnen, ga ik een nieuwe knokker laten zien. Die niet is gemaakt door Brawl Stars. Hij is echt heel cool. Maar laat me je dit zeggen. Je gaat totaal niet verwachten hoe die knokker eruit ziet. Oké, laten we proberen 8-bit even in te maken. Perfect. Het is denk ik de simpelste knokker die ik ooit heb gezien. Wat bedoel ik daarmee? Hij is volledig in één kleur. En het is eigenlijk gewoon een cirkel. Ja, waarschijnlijk hebben jullie geen idee waar ik het over heb. Laten wij proberen deze knokker even in te maken. Stel voor er zou een Brawl Star toets bestaan. En jij moet proberen om elke naam van elke knokker te benoemen. Van 1 tot 10. Welk cijfer denk je dat je haalt? 1 is je kent geen 1 knokker. En 10 is je kent ze allemaal. Ik zou denk ik wel een 8 of een 9 halen. Het komt niet vaak voor dat ik een knokker zie waarvan ik de naam niet weet. Oh, dat is geen goede plek om je te verstoppen voor mij. We zijn een wandelende oven. Ik moet dit winnen, want ik wil jullie het knokkerconcept laten zien. Wat ik laatst ben tegengekomen. Leuk feitje. Shelly is de eerste knokker als wie iedereen speelt. Als je namelijk een nieuw Brawl Stars account aanmaakt. We hebben gewonnen. Dan doorloop je met Shelly de tutorial. Oké, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Aanschouw Gummy. Het is letterlijk een kauwgombalbubbel. Ik bedoel, ja, het is best wel simpel. Het is gewoon een roze bubbel. En weet je waar mij die een beetje aan doet denken? Aan Henk. Want die blaast namelijk bubbels. Maar stel voor dit zou een echte knokker worden. Wat is dan zijn aanval? Ik zal laten zien wat ik bedoel. Kijk, Henk zijn aanval is letterlijk een soort van bubbels blazen. Om daarmee zijn tegenstanders in te maken. Het is best wel overpowered. Oké, daar hebben wij Stu. Die kunnen wij ook met een bubbel in maken. 3, 2, 1. Oh. Waar is die nou? Oh, hij probeerde te ontkomen, maar dat is niet gelukt. Oké, stel voor, jouw favoriete eten zou een knokker zijn. Over wat voor knokker hebben we het dan? Oké, laten we eens even kijken wat onze super ook alweer doet. Ah, dat is inderdaad best wel sterk. Oké, wij hebben Colt ingemaakt. En wat is onze gadget dan? Er zijn soms echt mensen in Brawl Stars die elke gadget van elke knokker kunnen onthouden. Nou, ik ben er daar... Oh, hé, dat is niet aardig. Okay, we moeten een beetje oppassen, want Bibi staat op het punt om ons in te maken. Maar wij komen eraan. Ja, echt super nice. Maar misschien wel de beste skin ooit die ik laatst ben tegengekomen. Hou je vast, is de Star Drop
Poco. Hij is zo cool. Het is eigenlijk gewoon een star drop en Poco in één. Maar als ik dan bij Poco ga kijken, ik heb al zijn skins, dan zie ik hem er helaas niet tussen staan. Oh my gosh. Als ik hierop klik, dan heb ik Lily unlocked. Reageer ja als ik dat moet doen. Maar nu ik erover nadenk, Hank lijkt op een vis. Maar dat is het niet. Het is eigenlijk een robot met een garnaal erin. Maar er zijn mensen die denken dat er wel een echte visknokker aankomt. Puff. Het is een pufferfish. En ik denk dat hij zichzelf opblaast en dan de tegenstanders wegblaast of zo. Toch wel een van mijn favoriete knokkers. En als we dit winnen, ga ik iets met jullie delen. Waarvan ik bijna zeker weet dat niemand het in Brawl Stars heeft gezien. Terwijl het er wel is geweest. Oké, Kenji versus Frank. Dat lijkt mij een interessante battle. Oeh, wacht. Het voordeel is wel, hij kan dit niet te lang blijven doen. Kijk, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Oeh, yes. 3, 2, 1. Oh, de storm die heeft het al voor ons gedaan. Maar dat is het ding. Soms worden er dingen toegevoegd aan Brawl Stars. Maar die zijn er dan echt binnen no time weer uit. En als je het dan niet vaak speelt, dan heb je het misschien wel gemist. En dan ben ik daar om het hopelijk aan jullie te kunnen laten zien. Maar dan moet ik dit dus wel eerst winnen. Oké, Stu is een... Oh nee, daar is een andere Frank. Frank versus Frank, dat moeten we niet hebben. Gaan we proberen deze Stu in te maken? Oeh, ja zeker. Die hebben we sowieso. Nice. Alleen dan hebben we daar nog een Frank. Die ga ik proberen in te maken. En ik denk dat dat ook wel gaat lukken. Oeh, let's go. Ja, Frank, die zeg maar zijn hyper heeft aangezet, is misschien wel een van de sterkste dingen die er bestaat. Kijk, hij kan nu nog van ons wegblijven. Kijk, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Kom op, kom op, kom op. Jammer en doei. We hebben gewonnen. En waar ik het over had, is dit. Dit is toch de beste Nita skin die je ooit hebt gezien. Oh my gosh, ik heb hier zoveel dingen te unlocken en ik heb het niet eens door. Oh my gosh. Yes! Oh, die wil ik al zo lang. Dit is de beste search die ik ooit heb gezien. En dat is niet het enige, want we hebben ook hier weer... Ik heb best wel veel pech met stardrops. Er zijn mensen die zeggen dat sommige knokkers niet van de wereld komen. Dat het aliens zijn? Precies. Kijk bijvoorbeeld naar Otis. Die heeft één oog en niemand weet hoe die eruit ziet. Maar wat als ik jullie zeg dat er een echte alien knokker is... die maar één dag in het jaar te zien is in Brawl Stars? Dan zou je me waarschijnlijk gek noemen. En dan heb je waarschijnlijk gelijk. Oh nee, nee, nee. Echt waar. Het verhaal luidt dat sommige mensen deze knokker in een megadoos hebben gekregen, maar dat hij de volgende dag verdwenen was uit hun account. Vertrokken in zijn ruimteschip. Ja, dit zijn waarschijnlijk gewoon mythes. Maar ik vind het wel altijd interessant om ze te delen. Oeh, kom op. Daar hebben we Tik. Die hebben we ingemaakt. Voor als je het nog niet weet. Search die werkt met een soort van upgrade systeem. Dus kijk, hij upgrade nu en dan ben je dus af. Weet je, het zal allemaal wel. Dit is de alien knokker waar ik het over heb. Het is een soort van alien waarvan mensen dus zeggen dat hij uit een megadoos is gekomen. En dat maakt mij super enthousiast, want we krijgen bijna de 10 zombie megadozen. Ik heb nog steeds niet elke skin van Bo. Iedere keer dat ik denk dat ik elke skin van elke knokker heb, word ik weer verrast. En zelfs bij Gus is er gewoon 3, 2, 1 nog een skin die ik niet heb. Het is een eend. En hetzelfde geldt voor Bibi. De allerlaatste skin die we nog niet voor haar hebben. 3, 2, 1. Is dit super schattige hondje? Deze wil ik spelen. Maar het kan dus best zijn dat we in de volgende video... Stop daarmee! Sorry, te zien krijgen wat er in dit boek zit. Maar ik ben nog steeds niet klaar, want als we dit winnen, ga ik mijn favoriete skin ooit laten zien. Eentje die minder dan 1% van de Brawl Stars spelers heeft. Oké, Penny is nu in de buurt. Let's go. Oh nee, we hebben er gewoon afgevuurd naar Poco toe. En nu is Poco ons aan het inmaken. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Yes, we hebben hem. Kijk, we kunnen onszelf wat sneller healen. En dan hebben we daar... Ah nee, dat is zo... Laat maar. Ik wilde zeggen dat is zo irritant, maar dat valt dus eigenlijk best wel... Nee, 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 kom op. Oké, kom op, kom op, kom op. Yes, we hebben hem. Wacht, er is daar een andere Bibi. Oké, Bibi versus Bibi. Kom op, kom op, kom op. Oh, kom op, kom op, kom op, kom op. Ah, nee. Het maakt niet uit. Het gaat om deze skin. De sneeuwman Tik. Maar weet je wat ik nog meer wil? Je nieuwe liedje laten horen. Zeker. Over 7 dagen, een week dus, is mijn nieuwe liedje Sterrenbeeld te luisteren op Spotify. En te zien hier op YouTube. De videoclip. En elke video verklap ik iets meer over de verrassing. En vandaag vertel ik jullie dat de videoclip is gefilmd. In Spanje. Gaan we naar Spanje? Ik ga mijn zwembroek pakken. Oeh. Nee, Bob, de videoclip is daar gefilmd. We zijn helemaal naar Spanje gevlogen voor de videoclip. En ik zeg we, want ik zit niet alleen in de videoclip. Maar nog even geduld dus. Vrijdag 8 november op mijn YouTube-kanaal en op Spotify. En nu ben ik heel benieuwd, wat is jouw sterrenbeeld eigenlijk? Laat het hier beneden in de reacties weten. En dan vertel ik in de video van morgen nog iets meer over de verrassing. Abonneer voor meer en adios.